Ik zong in het koor, ja. Maar ik mocht ook het regeltje van de eerste maagd zingen. Oh, oké. Okay. Woont stil waar is toch met hem Jezus als Galileo. Nou, vond ik natuurlijk superleuk, maar ook heel erg spannend. Ja. En ik weet nog dat ik altijd dan, als ik dan vlak voordat ik moest, zo'n koraal daarvoor, dan werd ik altijd behoorlijk nerveus. En dacht ik, oh, dadelijk moet ik weer. En dan was ik aan de beurt en dan kreeg ik altijd zo'n uitnodigend gebaar van Gustav Leonhard. Mm-hmm. En dan zong ik dat regeltje en dan kreeg ik altijd zo'n vriendelijk, minzaam knikje. En dan gingen we door. Oh, ja. Welkom bij Chroniek in Muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door 3 muzici van Camerata Delft. Quirin van Hoek, Ricardo Rodriguez en Lotte Beukman. Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek. Wat leuk dat je weer luistert naar Chroniek in Muziek. In deze aflevering gaan we praten over de zogenaamde passietijd, want die staat weer voor de deur, de weken voor Pasen. In meerdere opzichten is dat een hele bijzondere tijd voor veel muzici, vooral als ze barokmuziekspecialisten zijn, zoals de muzici van Camerata Delft. Of nu moet ik eigenlijk zeggen van Collegium Delft, want onder die naam werken wij samen met koren en solisten, bijvoorbeeld in de passietijd. En wat is er nu zo bijzonder in de passietijd? Nou, Nederland kent een unieke traditie van uitvoeringen van vooral de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach, maar ook de Johannes-passion. Zij worden op heel veel plekken in het land uitgevoerd in de weken voor Pasen. Heel bekend zijn natuurlijk de uitvoeringen van de Nederlandse Bachvereniging in Naarden. Maar bijna ieder kamerkoor of oratoriumkoor in Nederland heeft wel eens een van beide passies gezongen. En sommige koren doen het zelfs ieder jaar. En met name de Matthäus vinden we ook in allerlei verschillende gedaanten. Bijvoorbeeld met Nederlandse vertaling. Of ingekoord, speciaal voor kinderen, geënsceneerd. Kortom, het leeft in Nederland. En voor veel freelance muzici zoals wij en ook zangsolisten is de passietijd eigenlijk de tijd waarin ze een heel groot deel van hun inkomsten verdienen. Ik zal ook niet de datum 12 maart 2020 snel vergeten, waarin de eerste lockdown werd afgekondigd in verband met de coronapandemie. En we niet meer mochten optreden en het was echt aan de vooravond van de passietijd. En heel veel muzici konden dus hun inkomsten voor 2020 voor een groot deel op hun buik schrijven. Ik spreek uit ervaring. Gelukkig is op dit moment deze ellende niet meer aan de orde en staan we weer aan de vooravond van een mooie passietijd, nagenoeg weer als vanouds. En wat wel zo is, in ieder geval voor mij, maar ik weet dat het ook voor veel van mijn collega's geldt, is dat die inkomstenboost weliswaar een welkome factor is en ook zeer nodig, maar zeker niet het allerbelangrijkste dat deze tijd zo bijzonder maakt. Want die muziek van Bach die blijft gewoon onverminderd mooi en fijn om te spelen. En het verveelt nooit. Ieder jaar ontdek je weer nieuwe dingen. En als je tenminste geluk hebt, en dat hebben wij als Collegium Delft, om met kwalitatief goede koren en inspirerende dirigenten te werken. Wij spelen bijvoorbeeld ieder jaar een aantal keer de Johannes Passion samen met het Nieuwe Bach Ensemble onder leiding van Krijn Koetsveld. We hebben ook veel mooie Matthäus projecten gedaan met de Toonkunstkoor Rotterdam onder leiding van Maria van Nieuwkerken. Zij hebben een speciale band met de Matthäus omdat het Toonkunstkoor Rotterdam het eerste koor was dat in Nederland ruim 100 jaar geleden de Matthäus Passion uitvoerde van Bach. In deze aflevering vertellen wij, Quirin, Ricardo en ikzelf, Lotte, hoe wij in onze verschillende rollen invulling geven aan die passietijd en dan vooral in de passies van Bach. Toevallig hebben we namelijk alle drie een heel specifieke rol hierin. En ik ga ook praten met zangeres Wendy Robel, met wie wij heel vaak samenwerken en die de sopraansolo's in de passies
ook al vele jaren met veel passie zingt. Onder andere ook met begeleiding van de collega in Delft. Trouwens, als Camerata Delft hebben wij ook een eigen passieprogramma samen met Wendy gemaakt. En helemaal zonder muziek van Bach, want er bestaat natuurlijk nog veel meer mooie passiemuziek. En daar gaan we straks ook nog even over hebben. Wat misschien nog even leuk is om te vertellen, voordat we met elkaar gaan praten, is dat in de nasleep van de coronatijd werden nog weinig passies gepland door koren. Omdat het, ja, het is toch natuurlijk een hele risicovolle bezigheid qua kosten vooral. Hè? Want ze moeten een groot orkest inhuren en een locatie en solisten. En in 2021 mochten we sowieso nog geen passies spelen of geen concerten geven. Maar in 2022 kon het wel. Alleen, ja, je moet zoiets lang van tevoren plannen en dat is gewoon heel lastig. Dus, omdat er toen een ander project weer was afgezegd. Een andere Johannes Passion die we wel zouden doen, maar ja, het koor toch niet aandurfde vanwege nog veel dreigingen van lockdowns. Dat was toen nog echt nog helemaal niet over. Maar ja, ik had het orkest eigenlijk al geregeld. En we wilden gewoon ontzettend graag de Johannes Passion toch weer uitvoeren. Omdat het ook 2 jaar al niet meer kon, de afgelopen jaren, 2 jaren daarvoor. En toen hebben wij samen met dirigent Annemiek van der Niet, hebben wij 8 solozangers bij elkaar gezocht. En ook een evangelist, dat was onze allergeliefde Nico van der Meel. Zo, en daarmee een dus extra intieme uitvoering van de Johannes Passion gerealiseerd. En dat was geweldig, want die 8 solozangers, die waren met z'n achten waren ze het koor. En dat klinkt dan een stuk intiemer inderdaad dan zo'n groot koor. En de solopartijen werden dus afwisselend door elk van die zangers vertolkt. Ja, dat was een bijzondere ervaring, vooral omdat we dat in hele korte tijd met elkaar gerealiseerd hebben. Met heel veel passie, zou ik maar weer zeggen. Ja, dat was super bevredigend. En die hele opname trouwens van die Johannes Passion XI staat op YouTube. Dus als je intypt Johannes Passion, een grote X en een kleine I, dan kom je daar vanzelf. Het was in een uitvoering in Utrecht, in de Geertekerk. En in deze aflevering gaan we ook fragmenten laten horen uit deze bijzondere Johannes Passion XI. En ik wil heel graag beginnen met het laatste koraal uit de Johannes Passion. O Herr, lass dein lieb Engelein. Collegium Delft, 8 vocale solisten onder leiding van Annemiek van der Niet. Thank you.
Quirine, wat betekent de passietijd voor jou? Ja, passietijd. Dat is uitvoeringen van Matthäus en de Johannes en andere passieconcerten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo'n religieuze band heb met die hele passietijd. Dus voor mij is het meer een soort vast baken in een jaar. Dat je weer eigenlijk gewoon het terugvallen op iets bekends. Want vooral de bekende passies, Johannes Passion en Matthäus Passion, zijn gewoon stukken die je door en door kent. Ja. De meeste muzici in ieder geval. En het is gewoon heel fijn om dat weer te kunnen spelen. En dan vind je dan ook een soort rust in, waardoor je automatisch ook een soort van moment voor bezinning eigenlijk. Ik vind dat gewoon heel fijn om muziek te spelen die ik goed ken. Omdat je dan gewoon meer van de overal van kan genieten. En ook van het koor en de solisten. En ontdek je dan ook steeds weer nieuwe dingen? Omdat je kent het goed, maar daardoor ga je misschien nog steeds meer dingen ontdekken? Ja, zeker. Want ik was eerst ik ben heel erg instrumentaal ingesteld. Of gewoon dat ik naar de muziek luister en eigenlijk de tekst een beetje vergeet. En in die passies merk ik wel steeds meer. Zodat ik dan gewoon wat meer op de teksten ga letten. Mm-hmm. En dan denk ik, gaat het daarover? En dan komt het steeds binnen. Dus elke keer komt er weer een laagje bij. Dus dat is eigenlijk, er zit ook gewoon een soort ontwikkeling in per jaar eigenlijk. Mm-hmm. Hoe je het dan ervaart. Dat is heel leuk. En hoe is dat voor jou? Hoe ervaar jij de passietijd? Ja, voor mij is het ook inderdaad zo'n soort thuiskomen iedere keer. Of zoiets waar je heel erg naar uitkijkt. Omdat het ieder jaar terugkomt. Ja, ik vind het ook bijvoorbeeld heel fijn. Tenminste, vroeger vond ik dat vooral heel fijn om elk jaar naar dezelfde plek op vakantie te gaan of zo. Je weet gewoon helemaal hoe het is. En je voelt je er helemaal thuis. En toch is het elke keer net weer anders. Ja. Dus ik vind het een hele bijzondere en fijne tijd eigenlijk. Ja. Het is een traditie, hè? Traditie. Ja. Precies, dat is inderdaad gewoon een soort kerst en passietijd. Dat zijn een beetje zo de vaste. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk, omdat ik dan continuo cello speel meestal, dus dan begeleid je al die recitatieven. En dan ben je vanzelf al meer verbonden met het verhaal. Want misschien vertel ik daar straks nog een beetje meer over, maar wat jij zei over de tekst, dat is bij mij misschien iets vanzelfsprekender om juist daar ook in te gaan. Ik ben ook niet heel religieus of zo, maar als verhaal, ik zie het echt als een verhaal. Je bent gewoon aan het vertellen de hele tijd. En ja. Dat vind ik mooi. En dus, mooie muziek. Ja. Het is heel fijn om te doen. Ook. En wat is jouw rol precies tijdens zo'n uitvoering? Want je bent continuo cellist. De meestal inderdaad speel ik dan de continuo, dus dan begeleid je ook alle recitatieven, dus de vertellende stukjes tussenin die dan door de evangelist worden gezongen. Dit is echt een vak apart, zeg maar, dat begeleiden van die recitatieven, want je ondersteunt het verhaal met bepaalde harmonieën en dat doe je dan samen met de organist. Meestal is het orgel en cello alleen. Dat moet je ontzettend op elkaar afstemmen. Je kan het ook heel erg beïnvloeden met de expressie. Dus als de zanger een bepaalde expressie aan zijn noot geeft, dan probeer je dat te ondersteunen door ook misschien wat langer te strijken of juist wat korter. Het is altijd een combinatie van wat de zanger zingt, maar ook wat de harmonie van je vraagt. En dat is eigenlijk wat ik nog steeds elk jaar beter leer om die harmonie ook echt te horen. Want in mijn partij zijn alleen maar losse noten en wel de tekst van de evangelist. Maar die harmonieën ontdekken steeds meer. Elk jaar ontdek ik weer een paar nieuwe leuke dingen. Dat ik denk, deze harmonie kan ik iets meer benadrukken door hem of juist korter of zachter of sterker. Ja. Of een bepaalde manier van articuleren. En dat samenspelen met de organist, dat is dan echt heel specifiek. Mm-hmm. Dus het hangt, mijn plezier in een passie hangt voor een ontzettend groot deel af van wie dan mijn metgezel is daarin. Ja. Meestal heb je, je moet een beetje hetzelfde manier van timen hebben, zeg maar. Ook het begin van de noot, lengte van de noot, het reageren op de zanger. Dat kan je gewoon niet repeteren. Want je kan sommige noten afspreken van oké, deze laten we wat langer liggen. Maar in principe, je kan niet voor elke noot afspreken hoe gaan we dit doen. Dus dat is gewoon veel te veel. En het wisselt natuurlijk ook de evangelist die je hebt. Precies, ook dat. Ja, dus je moet je reactievermogen als continuo spelers moet echt heel flexibel zijn en maar ook echt samen hetzelfde. Ja. Dat kan je niet in die zin
Ja, je kan het leren doordat je beter gaat luisteren. Maar je moet elkaar echt aanvoelen. Ja. Want anders is het een recept voor een heel, heel frustrerende lange passie. Wat ik altijd, waar ik bewondering voor heb, is dat het meestal niet zo ritmisch is. Of vaak dan heb je gewoon je notenbeeld klopt met wat je hoort. Maar bij die recitatieven is het heel vaak heel vrij qua timing. Precies. Ja, precies. Dus dan, ja, dan moet je het wel echt helemaal door en door goed kennen. En je kan ook helemaal niet aanstaan. Ja, zeker. En je kan niet een recitatief begeleiden zonder dat je de tekst bij je hebt of heel goed kent. Maar je moet, jij moet gewoon mee kunnen lezen, want dat is inderdaad zo. Het is heel vrij. En ik speel natuurlijk ook sinds een aantal jaar viola da gamba. En in de Matthäus heb ik nog geen gamba gespeeld, maar in de Johannes Passion kan je het goed combineren eigenlijk. Dus en dan heb ik wel een dubbelrol, maar dat vind ik heel leuk. Want ik heb ook af en toe ben ik voor de Johannes gevraagd alleen om gamba te spelen. En dan dat is heel anders, want dan ben je eigenlijk veel relaxter. Want je hoeft maar twee aria's te doen en voor de rest kan je af en toe een koraaltje meespelen. Maar je hebt dan meer tijd om bezig te zijn met, oh, zijn mijn snaren nog goed en is het nog wel gestemd? En dadelijk komt die aria. Ja. Dus, en als je het allebei doet, dan heb je daar geen tijd voor. Dus wel echt hard werken. Ja. Dus het is een leuke combi, echt interessant ook. Ja. Maar jij vroeg het nu aan mij, maar jij speelt natuurlijk viool, maar ook nog een ander instrument. Wat zijn jouw rollen in de verschillende passies? Ja, ik ben natuurlijk als viool, ik zit bij verschillende projecten ook op verschillende plekken in het orkest, dus dat wisselt een beetje. Maar bij collega's? Ik ben relatief vaak ben ik concertmeester. Ja. En dan ofwel dat met een groep of gewoon enkel bezet, dat ik gewoon de enige eerste viool ben. Ja, dan ben je eigenlijk een beetje, je bent niet echt de leider. Ja, ik ben een soort van de leider van het orkest. Maar en misschien een beetje de lijm tussen de dirigent, het orkest en het koor. Mm-hmm. Maar ik vind altijd vooral bij van die koorbegeleidingen en die koralen is toch dat je heel erg moet voegen in het koor. Dus je moet eigenlijk ook juist niet te actief zijn als concertmeester. Mm-hmm. Op een bepaalde manier. Ja, of op de momenten weten dat je eventjes even wel actief moet zijn en duidelijk. En de momenten dat je juist een beetje gas terug moet nemen omdat je in dat koor moet voegen. Vooral in die koralen. Yeah. Want dan ben je echt dan een soort kleurondersteuning van de zang. Maar in de aria's is dat misschien anders. Ja, precies. In de aria's, daar is dan weer, dan wisselt het eigenlijk om. Dan moet je juist weer veel meer initiatief nemen. En het is eigenlijk meer een soort kamermuziek maken. Ja, je hebt natuurlijk dan ook nog een dirigent. Dus dan ben je inderdaad een beetje doorgegeven luik van dirigent. En proberen ook je eigen draai daar aan te geven. En je eigen energie erin te stoppen. En dat is wel heel leuk, dat wisselen. En is er een verschil tussen de Johannes Passion en de Matthäus Passion als concertmeester? Nou, in de Johannes heb je niet echt geen vioolsolo's. En in Matthäus heb je natuurlijk wel twee hele beroemde vioolsolo's. Eentje voor de concertmeester van het eerste orkest en eentje voor de concertmeester van het tweede orkest. Dus dat, je bent altijd de ene of de ander. Ja, de Erbarme Dieg, natuurlijk heel bekend. Ja, de mooie, beroemde Erbarme Dieg. En die andere is Keep Meer, Mijn Jezus Wieder. Die hele wilde, virtuose, moeilijke aria. Ja, dat is heel leuk om te spelen. Ja. Ik heb het nog niet zo vaak gedaan. Eigenlijk gewoon in real life, zeg maar. Of tijdens een echte Matthäus heb ik dat Erbarme Dieg dus nog nooit gespeeld. Oh, wel in losse settingen heb ik het heel vaak gespeeld. Uh-huh. Maar die andere solo wel. Ja, dat is gewoon wel eventjes, het is gewoon heel spannend, maar ook gewoon heel gaaf. Omdat het inderdaad echt weer zoiets anders is dan dus het koor begeleiden en die aria's spelen. En dan in één keer sta je daar soort van in de spotlights, samen met de zangsolist. Dus dat is wel spannender ook. Mm-hmm. Dan qua zenuwen is dat wel spannend, maar ook wel heel leuk. En in de Johannes heb je dan de D'Amore partijen. Oh, ja. En sinds een paar jaar ben ik ook D'Amore gaan spelen. En dat is een beetje hetzelfde effect, want dat is ook heel spannend. En je moet dus inderdaad wisselen van instrument. Maar dat maakt het ook leuk. En het is leuk eigenlijk die combinatie, eigenlijk een beetje wat je hetzelfde zegt als met het wisselen naar gamba, als je echt alleen maar D'Amore zou spelen. Heb ik vorig jaar een aantal keren gedaan trouwens. Het was eigenlijk ook best leuk, maar dan zit je toch vooral te wachten. Mm-hmm. En inderdaad, je hebt heel veel tijd om
te bedenken wat er allemaal mis kan gaan. En zenuwachtig te worden en zo. Ja. Het is wel, het geeft een bepaalde rust, maar het is ook gewoon wat saaier. Want je hebt gewoon weinig te doen. En dat vind ik altijd toch het leuke aan vioolspelen. Is dat je gewoon heel veel bezig bent. Mm-hmm. En ook gewoon heel veel verschillende dingen. Ja, precies. En veel dat wisselen en rollen. Ja. En misschien even voor de luisteraars die denken van Amore. Oh, ja, ja. Als ze naar de aflevering gaan, dat is geloof ik aflevering 3 of zo. Die heet 166 snaren. Oh, ja. Daar vertellen we over al onze instrumenten. Dus daar heb je ook meer verteld over dat instrument viola d'amore. Precies. Ja, en ik had toevallig, ik heb gisteren nog even opgezocht. Ik vond ergens een verhaaltje op internet over die rol van die d'amore in de Johannes. Mm-hmm. Want dat zijn eigenlijk de twee deeltjes die worden begeleid door de amores. Dat is juist een heel akelig stuk eigenlijk, waar Jezus wordt geslagen en mm-hmm. vervolgens helemaal bebloed is. En dat hij juist daarvoor die d'amores heeft gebruikt, wat juist een soort van zacht en liefelijker geluid is. Dat is natuurlijk heel een soort van dubbel, maar dat daar Bach zijn interpretatie eigenlijk wil laten zien dat, hoe ellendig het ook is wat er met Jezus gebeurt, dat wij dat moeten interpreteren als iets goeds. Dat er iets goeds is gebeurd, zeg maar op die manier. Het, een beetje, ja, het heeft iets... Maar ook iets heel kwetsbaars en intiems. Eigenlijk net ook als met die gamba's, maar die worden dan meer op andere plekken ingezet. Ja. Dus juist, natuurlijk Es ist vollbracht, die belangrijke aria, dat die echt gaat sterven. Maar goed, daar ga ik straks misschien met Ricardo nog even over hebben. Ja. Want die doet natuurlijk vooral de gamba. Oh ja, precies. Maar het is inderdaad een hele speciale klank die je dan krijgt met de amores. Ja. Misschien kunnen we daar even naar gaan luisteren. Het deeltje met de twee viola d'amores uit onze Johannes Passion XI. dan je hoort Quirin op de viola d'amore en ook Ruben Sandersen. En Johannes Vermeer zingt de bas solo. En dan horen we ook nog een klein stukje van de aria die daarna komt, Erwege. Want dan hoor je ook weer heel mooi die twee amores en ook met de gamba daaronder om elkaar heen spelen. Lass auf mich.
in allen Stücken, in allen Stücken, in immer gleiche, in immer gleiche geht. In him a gleiche, yeah, in him a gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefällt. Erwäge, in einen Stücken, in him a gleiche geht. Erwäge. Ricardo, wat betekent de passiteit voor jou als gamba-speler? De passiteit betekent voor mij veel concentratie en veel wachten. Ook een deel van de concentratie, de praktische dingen organiseren zoals een auto regelen, het kostuum in orde hebben, de schoenen, hars, snaren, de snaren op het instrument, dat zij niet breken. Dus dat moet ik wel goed georganiseerd zijn. En een goede planning moet ik hebben. En is dat extremer dan bij een gewoon concert? Ja, dat denk ik. Want de arias, in ieder geval die van de Matthäus Passion, vind ik moeilijk. Dus ik heb het gevoel dat ik extra concentratie nodig heb. En omdat ik zo lang moet wachten, moet ik alert zijn dat ik zeg maar de concentratie, de kracht niet dus verlies. Omdat ik wegdroom of niet geconcentreerd ben. Maar in principe is er heel veel wachten tijdens de repetitie. Wachten tijdens de soundcheck. En ook wachten tijdens het concert. Want in het eerste gedeelte speel ik niet. Ik heb tijd om mee om te kleden en verder gaan met mijn concentratie. En na de pauze ga ik naar mijn plek in het orkest. Ik stem mijn instrument en dan ga ik nog langer wachten tot ik dus mag spelen. In het geval van de Matthäus Passion. Maar ik geniet van het moment, omdat het is heel spannend, niet alleen maar voor de solisten, maar ook voor de andere instrumentalisten. Ik bedoel, de mensen die gaan de andere aria spelen, Barmedisch of Aus Liebe of Gib mir, mein Jesum wie, dat zijn echt behoorlijk moeilijke arias, ook voor de collega's. Ik geniet enorm van en ik ben ook dankbaar dat ik het meemaak. Mm-hmm. En wat is precies de rol als speler van de viola da gamba in de passies? De rol als gambist is klein. Want specifiek in iedere passie is er aria voor de viola da gamba. Eén aria. Maar meestal horen we er twee. Het is ook zo, maar die andere arias kunnen makkelijk op de cello gespeeld worden. Mm-hmm. De arias die ik speel zijn specifiek voor de viola da gamba. Mm-hmm. En het is ook een beetje traditie, denk ik, in Nederland. Deel van de traditie dat, als de gambist er dan toch is, speelt hij ook die andere aria die eigenlijk op cello zou kunnen. Niet altijd. Nee? Niet altijd. Okay. Sommige dirigenten willen dat heel puur houden. Okay. En dan speelt de gamba alleen maar in de Matthäus Passion, Komt Jesus Kreuz. Mm-hmm. In de Johannes Passion, welke aria is dat dan? Es ist vollbracht. Mm-hmm. En het is ook heel mooi. Je vroeg de rol, wat is de rol? Muzikaal gezien zijn kleine rollen, mm-hmm. maar in het drama vind ik wel belangrijk. In de Johannes Passion heb je het moment na de laatste woorden, es ist vollbracht, en dan de gamba introduceer met een mooie melodie, de aria, maar nog steeds heel droevig. Mm-hmm. In de Matthäus Passion, de aria Komt Jesus Kreuz, is voor mijn gevoel ietsjes positiever.
Vooral omdat het gaat om het verhaal over het moment van Simon van Kyrene. Degene die heeft Christus gevraagd om het kruis te helpen dragen. Die aria heeft ook veel tegenstellingen, want het is een aria voor bariton. Een lage stem, lager dan tenor. Maar in contrast met de hoge noten van de gamba. Mm-hmm. En ook het tempo is langzaam, maar de gamba-partij heeft snellere noten, waardoor dat een contrast wordt. En dat zien wij ook in de titel van de aria. Mm-hmm. De titel van de aria is ook een tegenstelling. Ja. Precies. En het is geen innovatie van Bach. Maar het was al in gebruik sinds de Renaissance zulke combinaties te gebruiken. Bijvoorbeeld triste plezier, dus droevig plezier. Of douloureuze joie, pijnlijke vreugde. Ja. Dus het zoete kruis, dat is ook een tegenstreding. Mm-hmm. En het is ook aanwezig in de partituur, vooral in de combinatie van laag en hoge noten en de sprongen hier daarvan. Je ziet ook in de gambist met zijn strijkstok heen en weer gaan. En dan, het ziet eruit als heel hard werken inderdaad. Het is hard werken. Ja. Het is hard werken. Dus van hoog naar laag en ook heel veel akkoorden zitten erin. Ook heel veel akkoorden. Maar vooral de tegenstrijd tussen van het idee van langzaam, stroef en ineens, die trouwens het langzame en het stroevige gevoel van de aria wordt ondersteund door de basso continuo. Mm. De basso continuo is stevig en dan gecombineerd met de gepunteerde ritme in de gamba. Dat maakt het nog zwaarder. Ja. Echt een kruisweg. Ja, ja, je hoort echt die stappen die elke keer moeilijk zijn. Een beetje struikelen. En tegelijkertijd hoor je de snelle noten van de gamba. Mm-hmm. En ik moet aan iets in de lucht gooien. Dus het is net zoals de boodschap ineens wordt dat het zoete kruis gewichtloos is. Zwaar, maar gewichtloos. Gewichtloos, ja. Ja, mooi. Mooi. Is die aria echt origineel voor violen? Nee, het was eerst geschreven voor luid. En sinds de laatste versie van Bach uit 1736 is voor het eerst voor de gamba bestemd. En heb je enig idee waarom die dat veranderd heeft? Nee. Maar het verbaast me niet, want luid en gamba zijn instrumenten die verwant zijn. Dus in het begin van de 17e eeuw, de eerste gambisten waren ook luidisten. Mm-hmm. Maar dan met een strijkstok. En dat klinkt wel alsof het heel goed voor het instrument echt geschreven is. Hè? Dus alle aspecten van de gamba komen eigenlijk... Het is voor mij het beste stuk voor viola da gamba, omdat het omvat alle aspecten. En niet alleen maar van de stijl, maar ook van de techniek. Laten we even gaan luisteren naar die mooie aria Komm süßes Kreuz. Een stukje van een repetitie van een aantal jaar geleden bij het residentieorkest waar jij de gamba solo speelde. Wir spielen ein Land,
gedeelte uit Komm süßes Kreuz uit de Matthäus Passion, gespeeld door Ricardo en leden van het residentieorkest. Lotte, kun jij je nog je allereerste passie herinneren? De eerste die je hoorde of de eerste die je speelde of allebei? De eerste die ik hoorde. Ik weet niet meer precies, maar ik weet wel dat mijn moeder nam mij elk jaar mee naar de Matthäus Passion. Eigenlijk niet naar de Johannes, maar altijd naar de Matthäus. En dat was echt ja, ons jaarlijkse moment. Dan gingen we, dus ik was denk ik vanaf een jaar of dat ik een jaar of 10 was, nam ze mij mee elk jaar. En dan zaten we met de partituur op schoot, of eigenlijk niet de partituur, maar piano-uittreksel. En ik vond het echt onwijs leuk om mee te lezen en te kijken wat er allemaal gebeurde in die twee orkesten. Ik was niet zo heel erg met het verhaal bezig, maar ik slurpte die muziek gewoon heel erg op. Vooral omdat ik het ook mee kon lezen. Ik vond soms die da capo-aria's, moest je weer hebben bladzijden terug. Dat ja, duurde soms een beetje lang, maar ik vond het nooit te lang of zo. Maar dat was wel ook in de tijd dat het heel gebruikelijk was, gebeurde ook af en toe nog, dat er echt een lange pauze was tussen eerste en tweede deel van de Matthäus. En dan gingen we naar huis om te lunchen en dan gingen we weer naar de kerk. Oh. Dat was echt, echt bijzonder. Daar is ook wel de ambitie ontstaan, denk ik, om ooit dat zelf te gaan doen. En wat ik ook nog weet, is de eerste keer dat ik Nico van der Meel hoorde, ook in een van die keren, dat hij evangelist was. En ja, toen ben ik echt, ik was zo onder de indruk, dat is er niet meer weggegaan. Hij is nog steeds voor mij de ultieme evangelist, moet ik zeggen. En de eerste keer dat ik het zelf speelde, de Matthäus, ja, toen was ik denk ik nog student en was gewoon met zo'n, ja, er zijn heel veel van die begeleidingsorkestjes waar ik dan in het tweede orkest kon instromen. En ja, de tweede orkest is wel voor de cellist veel, veel relaxter. Je hebt wel twee aria's die een klein beetje enger zijn of zo, of iets meer solistisch. Maar voor de rest ben je natuurlijk veel ook aan het wachten. Ja. En ik zag die eerste cellist, zag ik al die recitatieven begeleiden. En toen dacht ik, nou, dat wordt mijn doel. Ja, wat leuk. Nou, en gelukkig is het dat. Ja, doe ik nu meestal inderdaad, zit ik op die plek. En jij, hoe was jouw allereerste kennismaking met de passies? Ja, ik kan me dat dus niet zo heel erg goed meer herinneren. Want bij ons thuis, mijn moeder draaide sowieso heel veel Bach. Dus waarschijnlijk heb ik het gewoon echt al van jongs af aan heel veel gehoord. Want het was ook wel een soort van bekende muziek. Maar ik kan me niet echt meer een moment herinneren van dit is de Matthäus. Ik bedacht me wel dat ik volgens mij, maar toen was ik ook al niet heel klein meer. Misschien ook een jaar of 10 of zo. Of misschien al ouder, ik weet het eigenlijk niet. Dat ik voor de allereerste keer inderdaad naar Matthäus ging luisteren. Dat was in de Plagelmus in Oldenzaal. Mm-hmm. En dat was volgens mij met Combattimento Consort. Oké. Okay. Maar ik kan me dus eigenlijk van het concert niet zo heel veel herinneren. Behalve dat het inderdaad, dat we achter in de kerk zaten en dat het behoorlijk lang duurde. Dus dat heeft toen toch niet helemaal zoveel indruk gemaakt. Je had geen partituur op school. Nee, ik had geen partituur op school. Ja, dat sleepte mij er wel doorheen, moet ik zeggen. Ja, misschien was dat een goed idee geweest. Ja. En de eerste keer dat ik het speelde was inderdaad ook aan het begin van mijn studie. Met een begeleidingsorkest. En toen had ik wel gelijk meerdere projecten, waarbij de eerste zat ik dan in het eerste orkest en bij de andere zat ik in het tweede orkest. Mm-hmm. Dus ik had wel echt zo in een paar weken tijd ongeveer al die partijen gezien. Dus dat was leuk. Dat was van de Matthäus inderdaad ook. En Johannes heb ik ook pas wat later leren kennen. Mm-hmm. En de eerste keer dat Johannes speelde was met ons, met Nieuw-Bach-Ensemble, met Kruin. Ja. De eerste keer dat we dat deden. Dat was echt gewoon de eerste keer dat ik het speelde. Okay. Maar dat vind ik eigenlijk ook soort van wel fijn, want dat houdt ook een soort fris. Daardoor is het misschien net wat frisser voor mij. Niet zo'n ellenlange traditie, zeg maar. Ja. En heb je een voorkeur voor de Matthäus of de Johannes? Ik heb wel voorkeur voor de Johannes. Ja, ik ook hoor. Koor is compacter. Ja. Ik vind de aria's ook, en ik gewoon het openingskoor vind ik zo mooi van de Johannes. Mm. En gewoon de hele sfeer van het stuk is net ietsje, ja, lichter. Of ik weet niet of lichter het goede woord is. Maar de Matthäus heb ik toch eerder zoiets van, oh, dit is echt best wel heel lang. Het is prachtig, maar inderdaad, het hangt ook vanaf waar je in het orkest zit. Mm-hmm. Inderdaad, want bijvoorbeeld als tweede viool
heb je gewoon een stuk minder te doen dan als eerste viool. En ook in het tweede orkest heb je iets minder te doen dan in het eerste orkest. Dus dat maakt ook uit. En wat is je meest bijzondere ervaring bij het spelen van de passies? Ja, dat vond ik ook een moeilijke. Maar ik bedacht me opeens... hoe lang zou dat geleden zijn? Een jaar of 8 geleden misschien of zo. Dat we een keer ook met een geanceneerde versie van de Matthäus speelden. Met het Amsterdam Spachconsort. Dat heette dan de Zep Matthäus. Ja, klopt. En dat was met acteurs erbij die ook in het Nederlands teksten tussendoor hadden. Ik weet niet meer exact hoe het in elkaar zat. Maar dat was wel... de eerste keer dat ik echt heel bewust dat verhaal meekreeg. Mm-hmm. Dat ik dacht van, dit is dus echt... Ja, dat je echt zo'n laag dieper weer van... Je weet wel waar het soort van over gaat. Maar dat het dan echt soort van op zijn plek valt. Van, dit gebeurt er dus hier en dit gebeurt er daar. Yeah. En dat je dan echt die emoties ook meer snapt en kan plaatsen. Dus dat vond ik bijzonder. Ja, en gewoon de enkel bezette Johannes. Die we met... collegium doen, dat vind ik het leukste. Het enkel bezet en dan ook d'amore spelen. Ja, precies. En dan zou mijn volgende doel zou dan misschien zijn om ook dan sopraan aria's ook nog te zingen. Oh, maar natuurlijk. Dat is misschien een stapje te ver. Okay. Maar dat dus lijkt me echt zo'n ultiem van, dat lijkt me cool. Dat is waarschijnlijk een beetje heel leuk. Moeilijk, maar... Nou, we gaan het vast een keer regelen. De Quirin Johannes. Leuk. Ja. Kun jij je nog herinneren de allereerste keer dat je een van de twee passies hoorde? Ik zag en hoorde mijn eerste passie toen ik een klein kind was. Het was op een zondag in een programma op de televisie in Venezuela. Ik begon heel enthousiast, maar halverwege ben ik in slaap gevallen. Ik werd wakker een paar minuten voor de gamba aria. Okay. En toch vond ik de aria daarna, mijn Teurer Highland, mooier. Mm. Misschien omdat ik al cello speelde, maar al de trilletjes en het koor en solist en de muziek klonk in mijn oren meer troostend. Mm. En kun je ook nog herinneren de eerste keer dat je zelf een passie speelde? Ik speelde de Johannes Passion al toen ik student was. Maar bij de Matthäus Passion, omdat het is een moeilijk stuk is, heb ik de eerste keer nog in mijn herinneringen. En dat was in 1997 in Zutphen. Mm-hmm. Toen heb ik de eerste keer de Matthäus Passion gespeeld. En sindsdien ieder jaar? Bijna ieder jaar, ja. Mooi. En wat is je meest bijzondere ervaring tijdens de passietijd? Ieder concert is voor mij een mooie ervaring. Vooral het moment aan het einde, niet omdat het einde is, maar gewoon omdat vooral met het applaus... Ik krijg een gevoel van eenheid met het publiek. Natuurlijk met mijn collega's, maar ook met het publiek. En dat vind ik heel bijzonder, iedere keer. Ook zelf als wij geen applaus krijgen, mm-hmm. omdat het is misschien niet toegestaan. En dan is het gevoel nog sterker. Als er zo'n stilte valt na het einde. Ja. En is dat anders dan bij een... tussen aanhalingstekens gewoon concert? Ja, dat denk ik, want bij de passies, ik heb het gevoel dat mensen meeleven. Mm-hmm. Niet meespelen of meezingen, maar wel... die hele weg met ons meegaan. Precies. Mm-hmm. Dus wij spelen, maar ze luisteren. Yep. En wij hebben ook de luisteraars nodig. Ja. Ze luisteren heel actief. Precies, en dan dat is misschien meer explicieter. En dan het maakt echt nog een goed werk. Mm-hmm. En verveelt het je wel eens? Nee. Het valt mij wel op dat ieder keer dat ik ook met de repetities begin,
Ik heb het gevoel dat de tijd is niet voorbij gegaan. Het is zoals wij altijd daar gebleven waren en niets is veranderd. Natuurlijk, ik ben weer terug naar huis gegaan, misschien op reis geweest, met andere projecten gespeeld, maar bij de Matthäus Passion heb ik een gevoel van thuiskomst. Ja, ja. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zeg maar. Ja, zoiets. Mooi. Heb jij wel eens dat het verveelt? Nee, echt helemaal nooit. Nee, nee. En ik zat zelf ook nog even te denken aan... Of jou wel trouwens? Nee, eigenlijk ook niet. Nou, ja, het is inderdaad, hangt er vanaf. Ik heb er ook nooit zoveel in één seizoen dat je echt de kans krijgt om het te vervelen. Zeg maar. Ik heb net compact genoeg. Ja. Dan is het ook mooi geweest, zeg maar. Ja, maar. Ja, en het scheelt heel veel met wat voor een collega's je het speelt. Inderdaad. Ja, ja. Dus, en met collegium hebben we natuurlijk heel veel geluk dat we altijd een beetje met dezelfde groep zijn. Ja. En ja, dat verveelt echt niet. Nee, wat ik nog zat te denken, want we hadden net over een speciale ervaring. Ik heb eigenlijk zelf niet een speciale ervaring, maar wat voor mij altijd een heel bijzonder moment is, als ik zowel cello als gamba speel in de Johannes Passion, is dan heb je die prachtige aria Assist volbracht, heb je gespeeld. En dan is dus eigenlijk hangt Jezus al aan het kruis en is bezig met sterven. Mm. En dan is er een heel kort recitatief daartussen, waarin gezegd wordt... Hij liet zijn hoofd hangen en gaf de geest, zeg maar. En meteen daarna komt er een aria Mein teurer Heiland voor de bas. En die is met cello solo. En het is altijd een beetje een stressmoment. Want dat recitatiefje daartussen duurt 15 seconden of zo. Ja. En ik moet dan wisselen van instrument heel snel. Maar het is een super dramatisch en rustig moment. Ja. Dus ik moet echt totaal geen... onverwachte bewegingen maken of snelle bewegingen. Ik moet nergens tegen aanstoten. Ik moet niks laten vallen, want dat zou allemaal verstoren. Dus dan is het echt een sport om super relaxed in 15 seconden van instrumenten wisselen en klaar te zitten net op het goede moment. Want dat recitatief wordt dan meestal of met de contrabas alleen begeleid of alleen met orgel. Precies op het goede moment met de cello klaar te zitten voor de volgende positieve aria. Terwijl je net zo die huilaria speelt. En dat vind ik ook wel leuk om heel even te laten horen. Een stukje weer uit onze Johannes XI. Eerst het einde van Assist volbracht. Een kleine recitatiefje waarin ik dus heel druk bezig ben. Ja. En dan het beginnetje van Mein teurer Heiland. Das Haupt und verschied. Ans Kreuz geschlagen, ans Kreuz.
Nou, Wendy, welkom in onze podcast. Leuk om jou als gast ook hierin te hebben. Ja, super leuk om hier te zijn. Ja, laat ik maar meteen met de eerste vraag beginnen. Wat betekent de passietijd voor jou? Ja, dat is, nou, als je dat even opsplitst in de praktische kant van het verhaal en de meer spirituele kant van het verhaal, maar even zo te noemen, dan betekent het praktisch vooral veel reizen, van tevoren studeren, veel wachten, want als solist zit je natuurlijk toch veel te wachten tot jij je aria's mag zingen. Leuk ook is altijd dat je veel collega's ziet. Je komt in korte tijd heel veel verschillende collega-zangers en instrumentalisten tegen. Dus dat is, het is een soort marathon lopen, zeker als je er veel achter elkaar hebt. Dus dat is de praktische kant van het verhaal. Doe je dan ook speciale dingen voor je stem om die extra goed te verzorgen? Nou, ik probeer wel genoeg te slapen en ik probeer veel thee te drinken. En ik probeer goed op te warmen mijn stem, dat ik gewoon mijn instrument zo gezond mogelijk hou. Ja, ik ben daar in de passietijd wel voorzichtiger mee. Ook bijvoorbeeld met verkoudheden. En weet je wel, ik ga dan niet... Ik drink geen alcohol bijvoorbeeld. En dat zit misschien ook wel weer een beetje gelinkt aan de spirituele kant van het verhaal. Dat is ook een praktisch iets, omdat alcohol voor een stem meestal niet zo fijn is. Mm-hmm. Dus ik wil gewoon in conditie zijn. Maar ja, weet je, ik kom uit een christelijke traditie. En ondanks dat ik nu niet meer praktiserend christen ben, zit dat gevoel van die lijdenstijd er wel nog steeds in, op de een of andere manier. Dus ja, het niet drinken is dan ook een beetje een uitdaging om me daar niet toe te laten verleiden. En voor mij is die passietijd dus ook altijd wel een, in die zin, een tijd van bezinning. Je wordt toch elke keer weer meegenomen in dat verhaal. Ja, ja. Je komt in een kerk. Dus ondanks dat het voor mij niet meer de betekenis heeft die het christendom voorschrijft, doet dat wel iets met mij natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, dat brengen die passies wel teweeg, toch? En als het dan Goede Vrijdag is geweest, of Stille Zaterdag en de laatste is geweest, dan is er altijd dat heerlijke moment van ontspanning. Van, oh, nou kan ik even weer genieten van een glaasje wijn of een biertje of een glas whisky of zo. Ja, dat is wel altijd wel een extra intense tijd of zo, hè? Ja. En wat is eigenlijk jouw rol als sopraansolist? Wat is daar de rol van in de verschillende passies? Nou, je hebt niet één rol als in een opera bijvoorbeeld. Het is meer algemeen dat de rol van de solisten, zeg maar de aria-solisten in de passies, dat zijn eigenlijk beschouwende rollen. En ik probeer voor mezelf, voor al die verschillende aria's, een personage te bedenken, omdat ik het persoonlijk wil maken. Dus voor mij is bijvoorbeeld een heel duidelijke bloedtenor, de eerste aria die je als sopraan zingt in de Matthäus Passion. En voor mij gaat die aria, als je naar de tekst kijkt, dan is het de moeder van Judas, die weet dat haar zoon iets heel ergs heeft gedaan en waar zij heel veel verdriet van heeft. En ja, je zou het kunnen vertalen naar, als je het naar de tegenwoordige tijd haalt, naar de moeder van, weet ik veel, een terrorist of een moordenaar. Of nou, in ieder geval, jouw kind heeft iets verschrikkelijks gedaan. Hoe voel jij je daarbij? Nou, daar kunnen we ons denk ik allemaal wel wat bij voorstellen. Een aria als Ich folge dir gleichfalls uit de Johannes Passion. Ja, dat is gewoon een soort van enorm blind vertrouwen van, nee, hier ga ik voor. Ich lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht. Nou, dat gevoel van blijdschap en van vertrouwen, daar kunnen we ook allemaal wel aan relateren. Mm-hmm. Dus dat is denk ik de rol die jij als solist hebt, om die persoonlijke gevoeletjes en ervaringen aan te boren bij de luisteraar. En heb je dan ook nog het idee dat Bach bij de sopraan ander soort gevoelens in de noten legt dan bijvoorbeeld bij de tenor of bij de alt of de bas solist? Ja, ik denk het wel. Als sopraan heb je in het begin van zowel de Matthäus als de Johannes, heb je natuurlijk Ich folge dir gleichfalls en
Ich will die mein Herz schenken, die allebei heel erg gaan over dat opgewekte, misschien wel bijna naïeve vertrouwen. Mm-hmm. Nou, zo'n soort rol zie ik niet bij de andere solisten terug. En later bij Zerfliezen en Aus Liebe zijn dat natuurlijk veel meer de hele intense en verdrietige en ook dankbare aria's. Dus de verstilling eigenlijk meer. Ja. Dat zit volgens mij heel erg bij de sopraan. Ja. En ja, dat zit bij de alt zit meer de pathetiek eigenlijk, denk ik. Ja, want als je bijvoorbeeld Zerfliezen vergelijkt met de Es ist vollbracht, die dan voor de alt is. Ja. Dat is natuurlijk ook intens. Dat is ook wel intens. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, nou ja, dat is eigenlijk de Es ist vollbracht. Dat zijn natuurlijk de woorden van Jezus zelf, mm-hmm. die dat niet met pathetiek zegt, mm-hmm. maar gewoon dat soort van constateert of zo. Ja. Maar het is wel waar, je hebt wel gelijk, Lotte, dat ook die verstilling en die dat introspectieve heeft eigenlijk. Ja, maar meer, met afstandelijk bedoel ik eigenlijk meer beschrijvend of zo. Ja. Met Zerfliezen, dat je echt die snikken hoort. Dat van, vond, ja, precies. Dood. Dat is, ja, bij Es ist vollbracht is het meer van, ja, het aanvaarden of het, zo. Ja, exact. En ja. Niet het huilen zelf. Dat zit hier bij de sopraan. Dat zit, ja, dat denk ik wel. Ja, inderdaad, Zerfliezen heeft voor mij ook een bijna dat vlieden van die tranen, dat verdriet. Maar ook iets, er zit voor mij ook iets beschuldigends mm-hmm. in. Dat middendeel uit Zerfliezen is altijd, ja, dein Jezus is dood. Zien jullie het dan niet? Ja. Dat gevoel van, en ik wil jullie dat duidelijk maken. Dat, ja, dat, tenminste, dat is dan mijn interpretatie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zit daar dan ook, dein Jezus is dood. Zit daar dan ook weer snik, in. Snik, 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 snik. Ja, precies, ja. Ja, ja. Leuk om de cello te spelen. Die... Ja, mooi. Ja, mooi. Kun jij je trouwens nog herinneren dat je voor het allereerst een passie hoorde? Johannes of Matthäus? Ja, zeker. Dat was de Matthäus. En ik had net zangles, nog niet zo heel lang. En ik werd door mijn toenmalige zangdocent meegenomen naar de Laurenskerk. Mm-hmm. En in de Laurenskerk doen ze dat altijd op Palmzondag. Ja. In de vorm van een kerkdienst. Zoals natuurlijk de Matthäus en Johannes ook eigenlijk bedoeld zijn. Het zijn geen concertstukken. Mm-hmm. Het heeft een liturgische functie. En dat, dat weet ik nog heel goed. Ik denk dat ik, 17 geweest zal zijn. Okay. Ja. Ik had een partituurtje bij me. Mm-hmm. Zoals veel mensen dat doen als ze naar een passie gaan luisteren. En ik was echt enorm onder de indruk. Mm-hmm. En wat ik heel leuk vond, ook daar weet ik nog, was dat we een koraal mochten meezingen als gemeente. Oh, als publiek, ja. Ja. Gemeente, ja. Ja, precies, als publiek. Ja. Was, ja. Ja. Dus ja, dat weet ik nog heel goed. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. En toen kon ik natuurlijk nog niet zo voor me halen dat ik dat misschien zelf ook ooit zou gaan doen. Mm-hmm. Dat was toen nog helemaal niet per se heel actueel of zo. Want wanneer ging jij dat doen? Weet je, dat nog jouw eerste uitvoering zelf? Ik heb een hele leuke herinnering aan mijn eerste Matthäus Passion. Toen zong ik in het koor van de Bachvereniging. En ik had geauditeerd bij Jos van Veldhoven toen ik in het tweede jaar van het Kostorm zat. 'S morgens en 'S middags werd ik gebeld. Wil je meedoen met de Matthäus? Oh, echt waar? Ja. Zo, je komt meteen. Ja, ik viel met mijn neus in de boter. Wow. Want die Matthäus werd gedirigeerd deels door Johannes Leertouwer. En de kerken werden gedaan door Gustav Leonhard. Oh, wow. Wat natuurlijk een enorme grootheid is. Yeah. En ik was een jonge, onschuldig, vrij onwetend meisje destijds nog. Dus ik had wel ergens een klok horen luiden over wie Gustav Leonhard was. Maar ik wist het eigenlijk niet echt. Ik wist alleen dat dat een grote naam was. Dus en toen zong je in het koor? Ik zong in het koor. Ja. Maar ik mocht ook het regeltje van de eerste maagd zingen. Oh, oké. Okay. Woonstoel waar is toch met hem Jezus als Galileo. Nou, vond ik natuurlijk superleuk, maar ook heel erg spannend. Ja. En ik weet nog dat ik altijd dan, als ik dan vlak voordat ik moest, zo'n koraal daarvoor, dan werd ik altijd behoorlijk nerveus. Dan dacht ik, oh, dadelijk moet ik weer.
En dan was ik aan de beurt en dan kreeg ik altijd zo'n uitnodigend gebaar van Gustav Leonhard. Mm-hmm. En dan zong ik dat regeltje en dan kreeg ik altijd zo'n vriendelijk, minzaam knikje. En dan gingen we door. Oh, ja. En dat was heel leuk altijd. En het bleek later dus, vlak voor het laatste concert uit die reeks, bleek het ook zijn allerlaatste Matthäus te zijn die hij ooit ging dirigeren, had hij besloten. Aha. Dus dat, ja. Echt bijzonder. Dat was mijn eerste, was zijn laatste. Wauw. Ja. En mijn eerste Johannes Passion, dat was als solist. Ik heb de Johannes ook niet zo heel vaak in het koor gezongen. En dat was op het eindexamen van een dirigent waar ik mee bevriend was. En ik was 19 jaar. Hmm. En toen mocht ik die aria's voor het eerst zingen. En ik heb daar nog steeds hele dierbare herinneringen aan. Omdat hij een aantal jaren is overleden. Aan een progressieve spierziekte. Okay. Dus ik heb van hem, zijn naam is Jos Beyer. Die wil ik toch even genoemd hebben. Ik heb bij hem echt de kans gehad om heel veel repertoirestukken. Zoals het Mozart Requiem, een Schöpfung. En dus ook de Johannes als eerste te doen bij hem als solist. Ja, bijzonder. Dus dat zijn wel mooie herinneringen aan mijn eerste passies. Nou, inderdaad. Ja. Ja, want ik wilde je eigenlijk ook vragen naar je meest bijzondere ervaring. Maar volgens mij hebben we die al gehoord, of niet? Er zijn natuurlijk heel veel mooie ervaringen. Ja. Maar ik moet zeggen dat inderdaad die Matthäus met Leonhard, die eerste is me wel bijgebleven. Ook omdat je dan die noten voor het eerst zo tot je gaat nemen. Mm-hmm. En ja, ik zong toen in het koor en dan maak je dat stuk zo van binnenuit mee. Dat vind ik ook nog wel anders. Als solist maak je het ook mee, maar je zit ook veel te wachten. Ja, precies. En dan is het altijd wel de kunst om je spanningsboog zo goed mogelijk te verdelen. En ik heb ook een keer, dat vond ik ook heel leuk, een Matthäus gedaan met Raymond Honing, jou wel bekend. Mm-hmm. Ja, hij speelt vaak in Collegium ook. Precies. Ja. En hij had een Matthäus met 10 zangers, waarbij dan een kwartet koor 1 en een ander kwartet koor 2 zingen. Oh, ja. En de aria's werden dus gewoon door ons gezongen. Dus, ja. En dan vlieg je toch totaal anders zo'n aria in. Dan komt het toch veel meer in een context te staan, mm-hmm, voor mijzelf. Ja, dan beleef je echt het hele verhaal meer mee. Ja. Hebt ook zelf. Je voelt welke rol je ook hebt in die koren en zo. Dus dat vond ik ook wel ook een hele leuke herinnering. Ja, ja, bijzonder. Ja. Mooi. En verveelt het je wel eens, die passies van Bach? We hebben het specifiek over van de Bach. Passies van Bach. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel. Als je er. Zeker, ik doe er nooit 20 in een jaar of zo, maar ik ken tenoren die dat wel hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan aan het eind van de rit denkt, nou, ik ben blij dat het Pasen is. Nou ja, Bach verveelt natuurlijk nooit. Mm-hmm. Dat is zeker. Dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk wel eens, er is meer passiemuziek dan alleen maar Bach. Ja, precies. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk zelf als ensemble Camerata Delft met jou een passieprogramma gemaakt. Ja. Met tranen langs haar wangen, heet dat. Oh, dat was zo leuk. Ja, dat gaat eigenlijk gemaakt rondom het Stabat Mater van Boccherini. Voor sopraan en strijkquintet. Ja. Het is toen uit nood geboren eigenlijk. In de coronatijd hebben we dat in elkaar gezet. Omdat we allemaal geen passies konden doen. En dit was gewoon kleinschalig. Dus ja, we konden dat meer op 1,5 meter en dat soort dingen uitvoeren. Uiteindelijk lukte dat ook niet. Het eerste jaar hebben we toch alleen maar een videoregistratie en een radio optreden kunnen doen. Ja. Maar het programma is er en afgelopen jaar hebben we dat ook een paar keer uitgevoerd. We hopen dat nog veel vaker te doen, want het is echt passiemuziek. Ja, echt met passie, laten we zeggen. En vooral ook omdat we het niet concertant deden, maar semi-geanceneerd. Mm-hmm. En dat vond ik zo erg leuk om te doen. Om echt ook weer dieper in te gaan op die tekst. En wat betekent die tekst? Want ook zo'n Stabat Mater tekst is natuurlijk gewoon een soort van standaard liturgische tekst. Die door heel veel componisten op muziek is gezet. En wat je bij wijze van spreken als een soort van formule zou kunnen afdraaien. Maar omdat we er dus theatraal mee bezig gingen. Heeft een regisseur en vertaler Mark Kroon heeft daar een prachtige vertaling voor gemaakt. Ja. Die hij steeds tussendoor voordroeg. Zodat mensen ook echt veel beter een idee hadden wat die tekst inhield. Mm-hmm. En we hebben daar een soort van
beelden bij gemaakt. En ik deed het ook uit het hoofd, waardoor het ook een andere lading krijgt. Dus het is echt een voorstelling geworden. En ja, ik moet zeggen, dat is wel echt, ik denk daar met zoveel plezier aan terug. En wat mij betreft zou die passietijd veel meer aangevuld kunnen worden met, ja, ook veel meer alternatieve passieprojecten. Ja, absoluut, absoluut. Voordat we daar in ieder geval even naar gaan luisteren. Eerst nog eventjes, waar ben jij de komende passietijd zoal te horen? En dan gaat het denk ik voornamelijk wel over de Bach-passies. Maar... De Bach-passies, ja. Hoe ziet ja, de agenda eruit? Ik zing op 15 maart... Vanavond. De Johannes Passion in de Badkapel in Scheveningen met het Haags Barokgezelschap. Morgen 16 maart zing ik Membra Jesu Nostri. Van Buxtehude, ook zo'n alternatief passieprogramma. Met het Sint-Joris Kamerkoor in Amersfoort. En dan zondag de 17e zing ik de Johannes Passion in Overschie. Ook met het Haags Barokgezelschap. En dan zing ik op zaterdag 24 maart de Matthäus Passion in Joure. Hmm. Met passie voor de kunst in het noorden. Ja. Perien, jij speelt natuurlijk met Collegium de mooie Johannes Passies met het Nieuw Bach Ensemble en Krijn Koetsveld. Zal ik straks nog even precieze data van noemen. Maar waar kunnen we je nog meer horen dit passieseizoen? De komend weekend speel ik er eentje in een Johannes. Ik heb alleen maar Johannes dit jaar. Mm-hmm. In Deventer met een koor. Dat is ook... oude instrumenten. En dan volgende week speel ik met Fion. Dat is het symfonieorkest van Overijssel Gelderland. En met onder leiding van Jos van Veldhoven hebben concerten in Enschede, Oldenzaal en Zwolle. Ook de Johannes. Ja, en de week daarna. Dus, onze, ja. En wat eigenlijk ook nog wel over dat vervelen. Zo van, het verveelt ook niet zo snel. Omdat je altijd met andere koren, andere dirigenten, andere solisten... speelt. Dus het blijft elke keer... zit er toch weer iets nieuws aan. Wat het leuk maakt. Ja, soms is het ook frustrerend. Omdat je het dan net met bijvoorbeeld in een versie hebt gespeeld... die jij geweldig vond. En dan moet er opeens wel een andere dirigent het anders... of een andere solist het anders. Maar dat houdt je wel echt wakker. En daardoor hoor je ook eigenlijk telkens weer nieuwe dingen. Mm-hmm, zeker. Dus dat is leuk. Ja. En dus ook de afwisseling tussen oude en nieuwe is. Ja, precies. Dus nu ook inderdaad weer op barok en dan weer op modern. En dan, dan ben ik gewoon heel benieuwd eigenlijk hoe dat gaat zijn, die afwisseling. Ja. En ben jij nog op andere plekken te horen dit jaar? Deze podcast komt de 15 maart online. En de 16e speel ik Gamba in de Johannes Passion in Vlaardingen. En de week daarna, de 23e, doen we de Pergolesi Stabat Mater, ook met Collegium Delft. Daar speel jij dan toevallig niet mee, maar het is wel heel leuk. Ook prachtige passiemuziek natuurlijk. Het is in Bergen op Zoom met een vrouwenkoor. En dan heb ik onze serie Johannessen. 26, 27 en 29 maart met Collegium Delft en het Nieuw Bach Ensemble. Met Krijn Koetsveld in Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. En dat is dan dit jaar mijn passietijd. Ja, ook geen Matthäusen. Grappig, we hebben steeds meer Johannessen. 16 maart... om 19 uur in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. 24 maart om 14 uur in de Philharmonie Haarlem. En 29 maart om 19:30 in het Concertgebouw Amsterdam. Ah, en het zijn allemaal Matthäussen? Alleen maar Matthäussen. Ja, dus, maar we zijn wel op die data elkaars concurrent. Ja. Wij met de Johannes en jij met de... Ja, mooi, dankjewel. Goed, met alle respect voor Johann Sebastian Bach gaan wij afsluiten met een deel uit het Stabat Mater van Luigi Boccherini. Zoals wij dat met Wendy Robel als sopraan hebben uitgevoerd tijdens de livestream uitzending in maart 2021 vanuit Amersfoort. Met Quirin op viool en Anna Vazic, Ruben Sandersen altviool. Ikzelf op de cello en Hendrik Jan Wolfert op de contrabas.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft. Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube. Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert. Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Tot gauw bij de volgende aflevering.